Juice. For hip-hop and R&B, Juice. It's Juice. En tegenover mij natuurlijk nog de enige echte Extint. Sowieso. Heel gezellig. En ik heb 10 vragen / stellingen voor je. Oké, doe. Daar kan je 3 antwoorden op geven. En als je goed luistert... Ja, nee, of misschien. Ja, als je goed luistert naar de muziek op de achtergrond, dan weet je wat ik bedoel. Okay. Ja, nee, of misschien wel, hè. Oké, dan. Gaan we. Ik heb dit jaar al iets gedaan waar ik spijt van heb. Nee. Nou, dat is netjes. Binnen 5 jaar kom ik nog met een nieuw album. Yes. En gaat het dan Nederlandstalig of Engelstalig album worden? Nederlandstalig. Nederlandstalig. Dat is wel goed voor de volgende vraag. Ik baal ervan dat er nooit een compleet Engelstalig album van me is uitgekomen. Nee. Vind je niet erg? Nee. Maar is dat gewoon omdat je denkt van het was toen niet goed genoeg en het hoeft van mij nu niet meer? Of? Ik weet niet of het niet goed genoeg was. Nee, het was denk ik voor de tijd niet goed genoeg in de zin van, weet je, die economie was niet echt daar, zeg maar. Als ik op het podium stond, live, vonden mensen mij goed, weet je. Dus dat zie ik als goed genoeg, zeg maar, snap je? Jazeker. Maar, weet je, de nummers, zeg maar, voor Engelstalige rap van Nederlandse bodem, heb ik het over jaren 80, weet je, en zo. Dat, ja, was niet echt, weet je, was niet echt gaande. Respect aan die mensen die dat wel hadden, zeg maar. Ik had 12 inches uit. Mm-hmm. Weet je, er was wel de bedoeling dat er albums uitkwamen. Ja. Je had mensen zoals Damn, 24K, weet je, die al wel met MC Michael G en had hele albums ook, weet je. Maar nee, ik baal daar niet van, man. Nee, toen wel trouwens, toen wel. Of wat was de vraag, toen, of ik er toen van baalde of achteraf? Nee, gewoon nu. Nee. Maar toen wel. Ja, oh. Toen wel, ja. Ik zou nog een keer graag mijn eigen label beginnen. Nee, maar geen echte ambitie in. Nee? Nee. Nee, geen ambitie in, nee. Je hebt nooit gedacht bij Kees en zei ik, hey Kees, schuif eens op, laten we dit samen gaan doen. Nee, heb ik nooit gedacht, maar ik was altijd lekker... Heeft hij eigenlijk nooit aandelen beloofd of zo? Want hij is toch natuurlijk begonnen door jou, dat je zei van, heb jij 20% en dan alle inkomsten? Dat... Nee, die heb ik nooit, die zijn mij nooit beloofd, maar heb ik ook nooit echt om gevraagd, weet je. Misschien zou dat niet meer staan. Misschien moet je eens een keer bellen. Een volgende punt in de vergadering. Ja. Ik vind het nog steeds leuk om Spraakwater live te doen. Ja hoor, zeker. Shoutout Stop Nooit sowieso. Ja, nee, Spraakwater. Maar mensen laten me niet gaan als ik dat nummer niet heb gedaan. Ik mag het podium, mensen houden me tegen. Ik heb het een keer geprobeerd, weet je. Gewoon voor de grap om te kijken wat er gebeurt. Mensen houden me tegen, weet je. Beveiliging zo. Jij gaat niet weg. Ja. En wat is je favoriete plaat om live te doen? Om live te doen? Ja. Wauw, goeie vraag, man. Goeie vraag. Ik hou, zeg maar, de laatste tijd, de laatste jaren wat ik heb opgetreden, stond ik met de drievoudig DMC-kampioen, weet je, DJ DNS op het podium. Mm-hmm. Ik heb, zeg maar, in 2012 had ik een bijdrage geleverd aan die comeback of die album van Doe Maar, met al die topnotch-artiesten. Ja. Daar staat een nummer op van mij en Wise Kid. En dat vond ik altijd wel, de laatste jaren was dat wel een van mijn favoriete tracks om te spitten, zeg maar. Snap je, live op podium. Okay. Maar sowieso al mijn songs, maar eigenlijk. Eigenlijk wel. Ja. En nu we het toch over live spitten op het podium hebben. Ja. Ik ga dit jaar gewoon weer toeren. Ja. Ja? Ja. En wanneer? Ja. Voorjaar, najaar, zomer, wanneer? Nou, ik ben nu met een nieuw management, zeg maar, om de tafel. Mm-hmm. En weet je, we zijn nog, zeg maar, elkaar een beetje aan het, weet je, checken van... Weet je, hoe we, zeg maar, die samenwerking gaan doen. Maar de bedoeling is eerst dat we een paar festivals gaan doen. Mm-hmm. En in het najaar een clubtour, weet je. Zo kom, iedereen komt check that out, weet je. De X-clubtour. Sowieso shout-outs aan mijn man Presto, weet je. Die heeft alle programmeringen van de beats gedaan voor dit album, weet je. Niet te zuinig, je weet ook. Dus, ja. Nee hoor. Ik kijk uit principe nooit meer naar een Ghostbusters film. Ik moet die film nog zien, man. Ik heb hem sowieso nog nooit gezien, maar wat zijn er meerdere delen of zo? Dat je zegt, ja, er zijn meerdere delen. Oh, hoeveel? Volgens mij 3, maar okay, dat denk ik ook niet. Die moet ik alle 3 nog zien, man. Ik bedoel, ik heb wel een hoop films gezien, maar een hoop films ook niet gezien, zeg maar, snap je? Ja, voor mensen die zich afvragen waarom Ghostbusters, het gaat natuurlijk om de titel. Ja, hoe zit het tussen jullie twee? Is dat allemaal oké? Okay? Is dat allemaal goed? Of is dat gewoon... Is het... Ja... Ja, is dat een, laat me zeggen, een koe in een hele oude sloot en kijk er niet meer op? Nou, zeg maar, voor mij is altijd, weet je, wat mensen beef noemen, was voor mij gewoon lyrical competition. Ja. Weet je, en ik heb nooit een soort van gevoel van beef gehad, weet je. Maar ik heb altijd een soort van gevoel van competitie bij elke MC, zeg maar, snap je. Jong of oud, weet je. Snap je, of mensen nou vinden dat dat zin heeft, of niet, zeg maar. Dat is gewoon een natuurlijk gevoel, competition. Maar dat is nooit, voor mij kant is er nooit een beef gevoel of zo geweest. En dan is mensen nog steeds, waar gaat het nu over? Nou, Extint heeft een aantal platen heen en weer gemaakt met Brainbauer. Correct. Ja, ja. Nummer 8. Woordenwisselingen. Woordenwisselingen. Ja. Nummer 8. Ik zou mijn kennis en ervaring graag delen met jongere artiesten. Ja, waarom niet? Maar weet je, de jonge artiesten zijn best wel wijs, weet je. Hun zijn wijzer als je denkt. Wijzer als ik denk, zeg maar, snap je?
Ik bedoel, hun hebben internet, hun checken, weet je, de mensen die echt geïnteresseerd zijn, die checken alles van de old to the new, to the now, weet je. Niet alleen van Nederland, maar van Amerika, wherever, snap je. Dus het is niet dat ik mijn kennis niet wil delen, maar hun hebben al heel veel kennis, zeg maar, snap je. Oké. Okay. Zelfs na mijn pensioen, als ik gewoon straks 65 ben en ik mag stoppen, ga ik nog steeds optreden. Dat durf ik niet. Misschien. Misschien wel, hè? Ja, misschien. Weet je, omdat zeg maar, ja, de liefde. Zeg maar, weet je, ja, ik hou gewoon van muziek, weet je. Ik hou te veel van muziek om dat, zeg maar, compleet links te laten liggen of zo, zeg maar, snap je? Oké. Okay. Dus hoe ik dat moet zien als ik die leeftijd heb, weet ik niet, man. Dat zien we dan wel weer. Ja. Oké, okay, laatste vraag. Toen je me een antwoord vroeg op een van de vorige 9 vragen, heb ik gelogen? Nee. Nou, helemaal nee. Goed. Ja. Dan is het nu tijd voor een gloednieuwe track van jouw album. Oké, okay, man, big up my girl Snow. Dit is een track featuring Snow. Yo heet. En het nummer heet Yo, featuring Snow. En hoe ben je op de plaat gekomen? Waarom heet die Yo? En het is de afsluiter van je album. Is dat met een specifieke reden? Ja, zo van Yo, weet je. We zijn er weer, maar Yo. Snap je? Van Yo, hallo. Zeg maar in die stijl, weet je. Oké, okay, en ja. Is dit, laat maar zeggen, de track die we zo gaan horen, is dat hoe de rest van het album ook een beetje gaat klinken? Is het heel uniek qua sound? Het is wel uniek qua sound, weet je. Het is sowieso een presto geprogrammeerde beat. En ik vind het heel uniek qua sound, weet je. En het is gewoon een smooth-achtige track, zeg maar, snap je? Helemaal smooth cool. Club joint, ja. Lekker. We gaan er naar luisteren. Nieuwe muziek van Extints. Yo. Print, yo. Album 13 maart. Yo, het is... Die constante drang om voor altijd en eeuwig uber-professioneel scenario schrijver te blijven, die laat me maar niet met rust. Hey, toch gewoon een vet scenario pennen en dan die shit verfilmen. Juice. Voor hip-hop en R&B. Juice. It's Juice.